Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zaterdag 23 november van Weerplaza. Wolkenvelden trekken over ons land. In het zuidwesten is de bewolking dik genoeg voor wat lichte regen vanochtend. Elders blijft het droog en breekt de zon nu en dan tussen de wolken door. Vanmiddag is het 8 graden in het noorden van het land, tot 10 in het zuiden. En ziet het er soms wel aardig uit met nu en dan zonneschijn. Er staat een stevige wind vanuit het oosten, en die maakt het voor het gevoel frisser. Windkracht 3 tot 4 boven land, windkracht 5 langs de kust. Vanavond neemt de wind geleidelijk aan in kracht af. Er zijn brede opklaringen en de temperatuur ligt vanavond tussen de 4 en de 7 graden. Morgen ziet het er in het hele land vriendelijker uit, met flinke perioden met zon. Alleen in het uiterste noorden is misschien wat meer bewolking te vinden. Het wordt opnieuw maximaal 10 graden. Morgen staat er weinig wind vanuit het zuidoosten. Volgende week is het wisselvallig, maandag later op de dag valt er nu en dan regen en dinsdag en woensdag valt er soms ook van tijd tot tijd nattigheid. Wel is het vrij zacht met maximaal 10 graden. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.